u deze video ook kijkt. Ja, ik ben vandaag op de kermis in Hasselt in België. Echter heb ik deze kermis in 2016 en 2017 al gereviewd. En zo heel erg veel verandert er niet. Echter, achter mij de Mover 32. Toen in 2016 kwamen we hem hier tegen, toen was hij helaas dicht. En nu staat hij er weer en is hij eindelijk open. Dus ik neem jullie wel mee vandaag op een uitgebreid rondje Move It. Ja mensen, eindelijk is het zover. Driemaal is scheepsrecht. We hebben hem een paar keer gesloten gezien. Maar eindelijk hebben we hem open gezien. En we zitten erin. De Mover 32 hier in Hasselt. Ik ben benieuwd, want dit wordt mijn allereerste keer ritje Mover It. Yes, baby. Wow. Die machine heeft, jongen, niet normaal. Oké, okay, final. Hij
draait misschien met de kruisen en met de schijf niet super hard. Maar in combinatie met van alles bij elkaar en vol gas over de kop gaan, dan trekt hij zo, zo veel geef aan. De volgende ronde. Echt niet normaal. Die niet zien we nog even wel, zo is. En dat was een hitje hier op de Movement. En geloof me, het is zeker niet een van mijn laatste, want ik stap er dadelijk weer in. Echt. Die krachten die ik zet, die zijn ervoor. Ik had dit niet voor. Heel veel zeggen, topmachine. Ik ben daar nu ook in. Echt, kom je hem tegen, doe hem. Echt, de krachten die trekt niet normaal. De volgende ronde. En dat was de Move It 32 hier in Hasselt. Echt, mensen. Ik heb een nieuwe favoriete attractie. Jarenlang is de Infinity mijn favoriete attractie geweest van allemaal. Maar nu is mijn all-time favorite toch wel de Move It 32. Je hoort natuurlijk, voordat je hier komt, heel veel verhalen over ja, dat is een goede zaak. En ja, hè, die moet je doen. En ik heb er al 2 keer voor gestaan. Helaas toen voor een dichte zaak. En nu, eindelijk was die open. Dus ik denk van, nou oké, daar gaan we in. Verwachtingen, ja, die zijn altijd een beetje hoog. Maar... zo hoog had ik hem niet verwacht. Echt, die krachten die hij trekt. Als je hem op de kop even rond laat draaien. En dan die slag dat hij hem doortrekt. Oh, die is zo ontzettend heftig. Normaal ben ik niet zo van de gemotoriseerde attracties en de gemotoriseerde wentelingen. Maar bij deze vind ik hem echt, echt super gaaf. En ja, mocht je hem ooit een keer tegenkomen, ga erin. Mocht je een keer vanuit Nederland naar België willen om hem te doen, moeite waard. Willen ze van Duitsland naar België komen voor de Move It? ja, zeker doen. Het is echt een hele gaaf attractie. Mensen, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.